She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. Vandaag hebben we een grote feestdag natuurlijk, omdat al jarenlange samenwerking vandaag eigenlijk een beetje zijn orgelpunt krijgt. Deze middag heeft dan Bjorn Verhoeven en ook Sven Ornelis het overgenomen om de reeds deze morgen gestarte ambiance, bij wijze van spreken, verder te zetten in een grote tent. Ik denk dat het een heel belangrijke dag is voor het middelbaar onderwijs in de gemeente. Het is het Philip Neri Lyceum en het St. Paulus College zich vandaag verenigen in het Inspiro College. Is dat vooral van belang voor de leerlingen, waar onderwijs een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze jongeren in de gemeente. En dan hebben we zojuist eigenlijk het officieel gedeelte gehad van deze dag, waar we heel blij waren met de aanwezigheid van mevrouw Mieke van Hekken, maar ook Ludo Sanne en met gedeputeerde Frank Smeets, waar zij het panelsprek hebben gevoerd. Voor mij is de samenwerking eigenlijk een continu proces, maar wat we dus vandaag hier meemaken is eigenlijk een soort moet ik zeggen, afsluiting van een intens proces waarbij dat de twee lerarenkorpsen van de twee vroegere scholen, nu het Inspiro College, dat die twee lerarenkorpsen getracht hebben om een gemeenschappelijke identiteit te ontwikkelen en te kijken op welke manier kunnen we hier zeg maar die samenwerking zo sterk maken dat ze door iedereen op dezelfde manier beschouwd wordt. We zijn hier in de sporthal van Helgte, waar we ons jaarlijks sportkamp geven. Wat doen we alle jaren, al zolang het sportdienst bestaat. We hebben weer, zoals altijd, een succes. Sportkampen zijn vol. Er zijn voldoende deelnemers. We doen allerhande sporten en spelactiviteiten van 1 tot 4 uur. We hebben een 30-tal kinderen ingeschreven. En ja, ze hebben hier wel een leuke tijd, denk ik, de hele namiddag. En breng je vrienden mee. Hey! Kom mee swingen, kom mee dansen. Kom je met ons feesten, de party is nog lang. Het is eigenlijk goed voor de bewegingsleer van de kinderen. Dus de motoriek eigenlijk van de kinderen. Dat ze eigenlijk met alle balsporten, sprongoefeningen en zo verder bezig zijn. We hebben fun voor twee. Voel de kriebels in je buik. Op onze coole crazy vijf. Wij zijn op sportkamer en wij zijn vijf rond de wereld aan het spelen. Zo niet getikt worden en niet in het water vallen. Dat je heel voorzichtig moet zijn, want er zijn met veel in het begin. En dan moet je soms wel eens oppassen voor als je op de banken zit, want dan kom je bijna tegen een 1. En dan kun je soms wel eens in het water vallen. En die doen ook nog eens iets heel lief. Weet je wat die doen? Die tikken mij gewoon niet aan als zij tikker zijn. Omdat wij dat hebben afgesproken.